2018. Toespraak voor vrede. Deze kaars is aangestoken aan de wereldvredevlam in de standaard die mijn moeder altijd bij de foto van mijn moeder had. De essentie zit in het rondje. Allereerst wil ik Mario heel hartelijk danken dat hij zijn droom volgt en om op deze manier om te gaan met de suicide van zijn geliefde Jurgen. Op deze manier helpt hij vele anderen om hun verdriet te helen door middel van planten van bomen. De verscheidenheid van bomen. 60 landen. Dankjewel Thea dat je meeging met hem mee. En dankjewel Rita en Ronald en Christian en Sandra. Lieve Vree. Lieve broer met je zonne en je regenbogen. Daar staan we dan in Itemach. Door de reisstress heen geademd. Ik ben er gewoon. Het is 62 jaar geleden dat we vertrokken in de donkere trein uit Utenbach richting Parijs, waar we in de avond aankwamen bij ons donkere huis in Anger met dat hek eromheen. Dat hek voelde me vreselijk. Weg waren we uit deze voor ons paradijselijke plek Utenbach, waar we 3 onbezorgde jeugdjaren mochten genieten. Het leven was er zo goed. Zo heb ik het ervaren. En zo ervoer jij het ook, meester. Want ik trok je soms aan de haren door het gras, een pluk die ik afknipte en tappende waarde zit in het Trees of Memory doosje. Tussen het hier weggaan en de dag dat jij je van het leven benam, 38 jaar geleden, leefde jij een pittig leven. Je was super hooggevoelig, maar je kreeg het stempel schizofrenie. Dat heeft voor mij nooit kloppend gevoeld. En je homoseksueel zijn werd verwijderd. Papa wou dat je stoer was. Geen flauwekul, zei hij. Maar je was wie je was. Ik heb je altijd gezien. We zagen elkaar. Ik weet nu, wanneer je te veel aanpast aan de wereld om je heen, dat je dan een stuk van jezelf inleeft. Het spijt mij dat ik niet heb kunnen helpen toen je in zwaar weer terugkwam. Nee, ik wist niet hoe aan jou helpt mij je door te geven. Toen je naar mijn werk kwam en mijn werkgever een ambulance bestelde. Toen begonnen de echt donkere jaren voor me. Nu weet ik dat zowel Jan, mama als de zussen deden en lieten wat in hun vermogen lag. Het was zoals het was. De klok valt niet terug te draaien. Behalve dan dat ik mijn herinneringen aan jou. En met jou niet terugkom. Naar de ruivende halmen, te voelen, te luisteren naar wat insecten ons vertelden. En we fantaseerden over de boten in de lucht, ons voorstellen dat we vogels waren. Totdat het etenstijd was. Oh, en over de sloot gaan, kruipend onder het prikkeldraad lopen, door om bij de koeien te zijn. Dat was het fijn. De huisjes die we bouwden, en waar we dan trots in gingen zitten. Al regende het pijpensteden, het maakte ons niets uit. Ach, Vree, wat dacht en voelde je destijds in 1980 toen je stilletjes naar buiten liep en de fatale sprong maakte? Voelde je een vogel? Zoals wij ons dat voorstelden vroeger, ik weet zo dat het zo was, maar toch is de gedachte nog steeds te afschuwelijk, ook al zeggen anderen dat het jouw keus was. Je ziel is sterk en hij, Vree, voel dat even je licht liefdevol en vredig is. Het spijt mij dat we op een gegeven moment uit elkaar dreven. Ik voelde te veel van wat er in je leven.
empathie kan zo'n afschuwelijke valkuil zijn. Vergeef mij dat ik het lastig maak. Ook toen ik naar Nederland moest als meisje, ik wist niet meer waar mijn eigen gevoel op hield en begon. Vergeef mij dat ik het meer zo heb beschreven. We kwamen in onze eigen innerlijke wereld terecht. Er was de verbondenheid, ja, dat wisten en voelden we. Maar ik had moeite om zelf de ballen hoog te houden. Vergeef mij. Je was een goeie, een lieverd, een lieve broer, een lieve zoon van mama. En je deed het best om een zoon te zijn die papa wou dat je was. Tuna. Het was jouw beslissing, dat dat neemt niet weg dat er rouw is en mag zijn. Onderdrukken helpt niet, maar ja, soms doet een overlijden. Zo'n zeer dat de bescherming jaren overheen gaat voordat het verdriet kan heren. 38 jaar. De wereld was hard voor je, Vee. Nog steeds is de wereld hard voor gevoelige, kwetsbare mensen. Doch kwetsbaarheid en gevoeligheid zijn geen ziektes. Integendeel. Ik geloof niet dat dat een schizofrenie noemt. En niet. Ik geloof dat men niet kloppende diagnose was voor jou. Doch ik mag niet generaliseren. Zelf heb ik ook het een en ander ervaren. Ik kon en kan ermee overweg, maar de buitenwereld is bang voor dat wat ik niet gebruiken moest. De heldervoeligheid, de herwetendheid, de kwetsbaarheid in die schappen. Dat kan het leven zowel zwaar als moeilijk. Je was een mooi mensenkind. Dank dat je er was, lieve Vee. Dank dat je deel van mijn leven hebt. Zo jammer dat je mijn kinderen niet opnieuw kent. Maar toch is ook daarin een synchroniteit. Betreffende je geboortedatum op 9 mei. En de dag waarop ik beter voor het eerst heb gearmeerd, ook op 9 mei. En ondertussen jouw dag van overlijden, 25 mei. En onze aankomst met Peter in Nederland, op 25 mei. Alles gebeurde in mei. Ook de aankomst in Nederland van Irene was in mei, 2 jaar later. Dat is 3 mei. 3 mei, ik heb prachtig. Je was blij, je ging je verjaardag vieren, 6 dagen uit papa's school. Elke bloof, maar ik kwam niet. Toch word je blij en dat was fijn. Het was een mooie 3 mei en wij kwamen. En nu zijn we er weer. Het universum is zo gezien. We zijn er voor jou gekomen. Waar we ook zijn, waar je ook bent. Maakt niet nog deel uit van ons leven, nog steeds. Dank dat je de vast kreeg, rust in vrede en liefde. Deze boom, in het Duits Kempenmaarde, heeft de takken beschermend als armen naar de aarde gericht. De stam omhoog naar de hemel en de wortels in de aarde. Deze boom is nu onderdeel van een voetpad van lijf. Vol leven, een voetpad, vol leven, leven de boom. Mogen de boom blijven bestaan en zo niet, dan is in onze harten en zielen en net zo onderdeel in ons leven als jij was en bent. En weet je, Vree, dan kreeg ik te horen dat ons dal met de lelietjes van dalen niet bestond. Mama wist het van, dan mocht je er niet heen. We deden het toch, het was geen fantasie of droom, het was echt. Rita zegt dat het bestaat, nog steeds. Echt een plek als je droom. Dank je. Dankjewel, Vree. Huis. Aardig plek. Dankjewel, Mario. Rita. Thea Roland. Thea. Christian en Sandra. En ik weet dat mijn zussen ook dichtbij zijn. Mario. Goed luck met je voetpad op haar. Met de road ride. Thank you. To meet you. So today is a very special day for you, Mathilde, for you, Tia, for you, Rita, for you, Roland, and also for me and for Trees of Memory. Mathilde, you came down from the Netherlands to plant a tree of memory on the ground where you spent your childhood together with your brother Free. He always said, in Ittenbach, I had the best years of my life. You told me that many times. Since I met you on Twitter a couple of months ago, we exchanged hundreds of messages and we got
familiar with each other, and you started to share your story and the story of Free with me. Mm. I'm so honored you did that, and I'm so glad to know so much about you, a little bit of your soul and the story of your family, and especially about Free. When you talked about Free and your past, you produced always sort of a movie in my head, and I have the feeling I could see how the both of you running around on this place there on the meadow in between the cows, playing hide and seek or lying in the sun and talking about what you will do once you are tall and you are adults. No one could know what will happen 25 years later. Those years were not to compare with the years nowadays, and Free had to deal with terrible mental things and a time which was not so open as our times by now. He suffered a lot and it got worse from day to day, and the fear of the future was bigger than the possible fear of any afterlife. When he ended his life, he left you and the entire family back in a big shock. The pain and the grief never ended until today. I could see your tears several times, and I can feel the love to your brother and how much you miss him. By now, you told me a couple of times that he is here and that he is smiling. And it is so strange because I have the same feeling. Indeed, I think he is somehow, he is here, he is shared this moment with us. And indeed, I share a lot with your brother, even the suicide attempt. With your friend Thea, I talked last night about it. The question was, why we choose to die, or is it a choice? Is it our free will to do something like this? From my experience, I can say that it wasn't something I decided. I was the entire time aware that I could leave the situation. It was clear to me that something is going totally wrong. I knew that I could do a simple phone call and the hospital I stayed in would pick me up in less than 5 minutes. But I couldn't. I felt like a puppet and something evil controlling the threads I am hanging on. I started what I did and I continued, and there was not one moment I was thinking about others, not about my friends, not about my family, about nobody. I was not thinking about anybody. Everything was just about me, and I wanted to have the peace in my life, and each step I did brought me a little bit closer to the freedom of my soul and ended a little bit the pain I was suffering from for so many years. And in this moment I felt the correct thing to do for me, and it felt sort of good. I was in peace with myself in this moment. I know from many people who wrote me that they made more or less the same experience, and even some great speakers like Victor Stout. I met him a couple of months ago and I talked to him. He's from the Netherlands and he wrote a book about his try to leave his world. And it didn't work out and he lost both legs and feels today better than ever. The failed attempt was saving his life and turned it into a better life. My failed attempt turned my life into another life too, and as so many others do. I will not try it again. But not everybody was lucky like us. Free wasn't, and it may wasn't meant to be. We don't know why some are lucky and others are not. I tell you this to give you a bit of another picture and to ensure you that your brother Free never ever wanted to harm some of you, and for sure he didn't want that all of you are suffering for such a long time. But at this moment he was seeking freedom, and I hope that he felt the same way like I felt in this very moment when he did what he did. If so, then every second was filled with sort of a relief others cannot imagine.
today we know that suicidal thoughts are common and they are going ahead with so many psychological problems of human beings. They are often the end of depressions or going ahead with depressions. But now we can treat them very well. I experienced that, friends of mine experienced it, and many others I'm in touch with. My dark thoughts are gone, and now I'm so lucky to do something I could never ever imagine I would do. And I'm very glad about it, and I wished I could give away a bit to everybody out there who has the same feelings, the same thoughts, the same problems. I can promise there are perspectives for everybody, even if you cannot see them. I hope I can share the feeling of hope a little bit, and each tree we are planting, like this one for free, is like a candle in the darkness, guiding others into another perspective, and I will do my very best to help some, to help somehow with Trees of Memory. No one should ever forget that there is family, there are friends, and each of them will have the feeling of guilt for many years after a suicide, some of them for a lifetime. It's not possible for everybody to recognize that no one of us is guilty because we are not responsible for things which happened, diseases or anything else. No one of us can be responsible for the act of someone else. But even if we understand this, the pain of the loss will never go. Not in 2 years, not in 30 years, or in 50 years. Because there is no week we don't think about the person we love that much. We see their smile, we hear the sound of their voices, we can see their eyes, we know that they watch us, we still feel how they touch us, and we talk to them for many years. And the wish of one more hug, one more talk, one more few, one more whatever, will never leave us. Those who lock the terrible story away in their heart and not talking again about it feel the same. But being so hard to oneself will hurt the soul double. The key to go on in life is not to lock it away or to hide it for good. The key is is sort of the terrible act of acceptance what happens and sort of understanding that no one of us who attempted a suicide was himself in this very moment. That's why it is so important to understand what is going on if depressions are hitting us and to accept that there are feelings and acts you may never experience in your own life, but they are existing. But what we can tell is that most feelings are not lasting forever. Even hate is gone after many years, or you forgot about that. You hate someone and it is just coming back, or it will just come back if somebody is talking about this person. But love and friendship will never disappear, never. And this is the reason why we stand here today. And I am so honored that you share all of this with me and give me the possibility to do something for you just by being myself and doing what I feel I have to do. I feel your love, and I feel the intensity of it, and Free can be so proud to have such an incredible, strong, wonderful, and since yesterday I know a very lovely sister, and you never gave up on him. And I'm sure I can sort of feel it and him in this moment. He's here with us. Yeah. And the next days, if you sit next to this tree, you may hear his laughter, if the wind is rustling in the leaves. Let me come to an end with some words out of the Jewish prayer book. When the sun rises and during the sun sets, we remember them. When the wind blows and in the cold of winter, we remember them. At the opening of the blossoms and in the heat of summer, we remember them. At the rustling of the leaves and in the beauty of autumn, we remember them. At the beginning of the year and when it comes to an end, we remember them. When we are tired and need strength, we remember them. When we are
are lost and sick in our hearts, we remember them. When we experience joy that we would like to share, we remember them. As long as we live, they will live, because they are part of us, if you remember them. Told me many times that we like the sea. When she sees a male seagull. It remembers about the queen. So I take a shell from the beach, and there's a hole in it, so you can look through it, and you always see the sun. And this is one is for free. And I took some others for people I know, have known, they are all here, and they also made this difficult decision not to be alert. So this is for them. And I have a little stone. Tilly and I like stones. And this stone is a dark stone. All the people who have the darkness inside and are afraid of the dark. And I trust they always come to the sun and they see the light on their road. I'd like to sing a song. May I sing a song? Yeah, you mean, okay, yeah. May the Lord time.